14 maart 2024. Onze camper die staat sinds oktober vorig jaar in opslag en het wordt nou toch wel hoog tijd om hem weer eens in de belasting terug te doen. We stallen hem altijd bij Stalling Ter Woerds bij Haaksbergen van Tony Ammer en Mariette en die hebben sinds kort ook een camperplaats op hun terrein. Erwe Kiewiet. Het is maar een kort stukje van Stalling Ter Woerds naar ons huis. Maar in dat korte stukje geniet ik toch zo van het rijden in deze camper weer. Je krijgt er onmiddellijk weer zin in. Maar wat hebben we deze winter eigenlijk allemaal gedaan? Maar jongen, wat hadden wij een natte winter. Dit is de Buurse Beek. Die komt uit Duitsland, en daar heet het trouwens de A. En daarna stroomt het door Haaksbergen als Buurse Beek en daarna verder als Schipbeek richting de IJssel. En normaal kabbelt het water rustig door ons dorp, maar nu is het volledig buiten haar oevers getreden. Wel een prachtig mooi gezicht. Ook bij de Oosterdorpen watermolen staat het water extreem hoog. De bakspieker van hotelrestaurant De Watermullen die kan het nog maar net droog houden. Hey, ik ben bijna in Afrika. Even doorzwemmen. En op de donderdag voor carnaval is het in Maastricht altijd erg gezellig. Schiermonnikoog. Ook erg nat. En dan wordt het lente. 3 maart 2024, de eerste lentedag bijna. We zitten in Diepenheim met onze gewone fietsjes. De camper staat nog gewoon in de opslag. Daar halen we over een paar weken op. Maar dit op zich is natuurlijk ook een stukje Diepenheim promotie. Kastelenroute. De Kastelenroute, op de fiets. Prachtig. Lekker hè? Heerlijk. Maar nu, 14 maart, na al die nattigheid van onze winter, gaat het toch echt gebeuren. Eerst even technisch onderhoud in Coevorden. En Joop, 19 maart, bij Eurotrek. Ja. Terugroepactie. Voor een paneel die er afwaait. En we gaan een zonnepaneel laten. Wat is er verder voor nodig als je een zonnepaneel hebt? Omvormen en zo, zonnepaneel omvormen. Ja. Dat is niet zo heel zwaar. We gaan er geen waterkoker op aansluiten, maar gewoon opladen. Nou, prima. Ja, super. Op kosten van Knaus worden de twee panelen aan de voorkant, links en rechts, met twee schroeven vastgezet. Maar het is 2024, maart, binnenkort gaan we rijden met de camper. We gaan een maandje ertussenuit, hadden we zo in gedachten. We hebben een heel vaag plan. Wat we namelijk willen gaan doen, dat is dat we naar het Baskenland gaan. Ik zal het zo meteen op het kaartje laten zien, Baskenland, en dan onder de Pyreneeën. Naar het oosten, richting Barcelona en een aantal dagen.
Misschien dat we nog even naar de kust gaan van Noord-Spanje, de Costa Brava. En dan zo weer terug. En daar hebben we 4 weken de tijd voor. Dus we gaan eens even een route plannen. En we gaan eens eventjes kijken hoe we dat gaan doen. Wat we willen gaan doen. Hier heb je Nederland, Haaksbergen, dat ligt daar ergens in Twente. En Overijssel is daar. En wat we willen gaan doen, dat is naar Noord-Spanje. Hier heb je het Baskenland, waar dit tekentje hier zo is. Dat is het plaatsje Zarautz. En dat schijnt fantastisch mooi te zijn, mits het mooi weer is. Hier heb je natuurlijk wel heel vaak regen en zo, maar als het mooi weer is, dan is het schitterend. Dus we willen in eerste instantie daar naartoe rijden in een aantal dagen. En dan onder de Pyreneeën, hier zo, langs, richting het oosten, Costa Brava. En misschien dat we nog ergens hier, in de buurt van Tarragona, nog een paar stranddagen erin doen. En dan op deze manier weer terug. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nou zijn wij niet zo van het reserveren van campings onderweg of camperplaatsen onderweg. Zeker in het voorjaar is dat nauwelijks nodig. En ook al kom je een keer voor een volle camperplaats terecht, nou dan rij je gewoon nog even door. Dat maakt niet zoveel uit. In hoogzomer is dat misschien wat anders. En als je gewoon zeker wil zijn dat er toch plek is, dan doe je even een telefoontje. Maar waar wij heel veel gebruik van maken in Frankrijk, dat is Campingcar Park. Als je daar aankomt, moet je de allereerste keer dat je gebruik maakt van die keten, want er zijn er heel veel van deze die lid zijn van de Campingcar Park, dan moet je eenmalig zo'n kaartje kopen in de automaat. Dat kost je dan 5 euro en die kun je gebruiken als een soort van creditkaart. Onze allereerste stop, die staat vast. Daar wil ik gewoon zeker van zijn dat lukt. Dat is net over de grens van België met Frankrijk in het plaatsje Sedan. Dat is een mooie camperplaats, daar hebben we deze kaart ook gekocht. Dat is de allereerste keer dat we gebruik maakten van Campingcar Park. En daar hoort ook een app bij, die kun je gratis downloaden. En die app, daar zal ik je zo meteen even wat van laten zien. Maar in ieder geval met dit kaartje in Sedan, we steken hem erin en het is klaar. Hier zie je het schermpje van mijn telefoon. Ik heb een Google Pixel 6a en we zoeken eventjes de app op van Campingcar Park en daar hebben we hem. En zodra je opent, zie je daar eigenlijk 3 grote knoppen. Die middelste is heel erg handig als je onderweg bent. Je drukt erop en je ziet welke camperplaats er dicht in de buurt is. Maar wij gaan naar Sedan, net over de Belgische grens met Frankrijk. En daar klikken we het even op. Even zoeken. Sedan. We zijn er al eerder geweest. Dus ik weet ook hoe je het schrijft. Nou, daar zie je hem. Campingcar Park Area of Sedan. Dat is een hele mooie plaats aan de Maas in Frankrijk, Noord-Frankrijk. Nou, als ik daarop klik, dan krijg je nog wat meer gegevens van deze camperplaats. Hij kost €12,44 zo te zien. Nou, daar zie je hem. Hij is open. Hij kost €12,44. Nou, alle gegevens die staan er allemaal op. We gaan nog even naar boven. En daar zie je dat hij totaal 20 plaatsen heeft, waarvan er 17 vrij zijn. Nou, is genoeg. We hebben er maar eentje nodig. Dus dat gaat perfect. En waarschijnlijk over een paar dagen als we gaan, zijn er ook plekken genoeg over. Nou, heeft dat ding ook een bedrag? Je kunt er een bedrag op storten. Dat heb ik vorig jaar gedaan, want we maken er heel veel gebruik van. Er staat nog €54 op. Dat is wel behoorlijk veel trouwens. Maar dit terzijde. Maar we kunnen in ieder geval de eerste nacht kunnen we hartstikke mooi hier kamperen. En de poorten gaan vanzelf voor ons open. Hey Timmy. Hey joh, by the way. Volgens mij moeten wij nog Aquacam halen. Hebben we niet genoeg. Oké. Okay. Ik zie dat hier staan. Volgens mij hebben we niet genoeg. Ja. Ik heb ook iets van een muggenlampje opstaan. Oh ja. Daar hadden we ook nog over gehad, ja. Hè? Dat schrijf ik er nu op.
Heb je er zin in, joh? Ik heb er wel zin in. Ja? Ja. Ik ook wel. Jij ook wel, hè? Ja, zeker dat ook zo'n beetje zitten prutsen hier. Nou, dan gaan we ervoor. Kijk. Helemaal blanco. Onbeschreven blad. Juist.